Hey, David, jongen. Hoe is het, Martin? Ja, prima, man. Iedere keer als je me naar het laboratorium van je laat komen, dan gaan we wat leuks doen. Wat is het dit keer? We gaan iets heel extreems doen vandaag. Extreems? Ja. Kijk. Hey, het is een fiets. Weer een. Wat voor fiets? Niet zomaar een fiets. Dit is de Street Surfer. Combinatie van fiets, skateboard en rollator. En het is een garage die uit Australië is komen overwaaien. En hoe gaat het in zijn werk? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik het nog niet helemaal weet, want ik heb het nog niet op gefietst om het een beetje spannend te houden. Maar wat maakt dat ding dan zo bijzonder? Want ik bedoel, je hebt een skateboard, zeg je, en een fiets. Wat ik eruit begrijp is dat je met je gewicht stuurt in plaats van met je stuur. En omdat je die vier wieltjes hebt, kan je heel strak sturen, dus je kan eigenlijk carven. Dus je krijgt meer een gevoel dat je op een skateboard zit dan op een fiets. Als ik hem beweeg, zie je al wel een beetje wat er gebeurt. Ja. Nou, volgens mij moet je die inderdaad heel scherp in de bocht kunnen leggen. Ja, hij schijnt ook daardoor niet alleen scherp de bocht in te kunnen, maar extreme grip te hebben. Dus je kunt echt heel hard door de bocht. Maar wordt het dan niet de tijd dat we hem uit gaan testen? Ja, dat lijkt mij ook. Nou, in de parkeerplaats voor onszelf. Nou, haal hem er maar uit. Best wel een heel grappig ding om te zien, hoor. Je hebt je jasje uitgetrokken, je bent er helemaal klaar voor. Nou, rossen. Ik ben echt super scherp stuur. Wow. Wauw. Hey, hoe vind je dit? Ik vond het binnen 30 seconden al helemaal waanzinnig. Wat een bochten kan je draaien. Ongelooflijk. Nou, doe er nog eens een paar dan. Ik ben net begonnen, hè? Dat gaat wel lekker bijna hard. Yeah. Je ziet gewoon dat die wieltjes zich gewoon aanpassen aan de vorm van het terrein. Doordat die mooi tordeert, als een skateboard. Het geeft zelfvertrouwen. Ik dacht eerst dat kan nooit, maar het is geen probleem. Easy. Verder, kom je recht op een stoeprand af, even een klein beetje liften, want anders gaat het niet goed. Nee, maar voor de rest is het gewoon hartstikke makkelijk dus. Ja, je went er zo aan, het is ontzettend leuk ook. Het ziet er ook toch wel raar uit. Ik begin er nu een beetje aan te wennen, maar het is eigenlijk een soort van, ja, je hebt een beetje het idee alsof het een soort van, ja, kruising tussen fiets en een rollator, of fiets en een stofzuiger. Ja, je moet eraan wennen. Er zit ook vering op, had je dat gezien? Ja, ik had wat gezien, maar hij is niet bedoeld om gewoon het vibreren van de weg op te vangen. Hij is keihard, maar dat is dus als je echt extreem bent. Het is deze vering. Ja, en hier zit ook een unit. En die unit. En die is echt om de grote klappen bij het springen op te vangen. Ja, dat ga ik vandaag niet laten zien, want daar ben ik te oud voor. Maar zullen we eens een heuveltje pakken? Ja, laat eens proberen. Nou, David, op deze prachtige plek gaan we maar eens even een conclusie eraan wagen. Street surfer is leuk. Ja, joh. Ja, heeft niks met fietsen te maken, meer met skateboard. Maar het is leuk. En heel degelijk gemaakt. Je moet wel even oefenen. Ik zou een gewone fiets niet vervangen. Maar ik heb echt zitten genieten. Oké, nou, is tof om te horen. Ja. En het zag er ook best wel lekker uit allemaal, dus wat kost die eigenlijk? Ik meen dat die €699 kost. Uh-huh. Dat is natuurlijk een vrij veel geld, maar het is echt bedoeld voor die skateboarder of die extreme biker die lekker tekeer wil gaan met de street surfer. En wat me ook opviel, dat is dat het allemaal ook hartstikke degelijk gemaakt is. Dus het kost wel €700 dan, maar het gaat ook wel even mee. Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is degelijk materiaal. Oké, nou. Ik ga nog een stukje fietsen. Tot volgende week dan maar.
stiekem, zit hij toch bij te remmen.